Luistert, fluistert, het luipaard wordt wakker. Wat moeten die knakkers? Verrek zich de slechtvalk. Ik werk overdag al, dan moet ik mooi zitten. Maar s'nachts wil ik pitten. De papegaai is kakelbond. Kakelbond. Strooit zijn praatjes in het. Dat scharrelt vrij rond, maar om als mens te spreken, dat vind ik nu met recht je reinste apenstreken. Allemaal boeven, boeven. Allemaal boeven, boeven. Allemaal. De eend in het water zegt tegen zo'n snater, je lijkt wel bezopen, zo s'nachts hier te lopen. De mol kijkt verbijsterd, zegt tegen de lijster, wat zijn dat voor dwazen om nu te gaan graven. De papegaai is kakelbond, kakelbond, strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven, boeven, allemaal boeven, boeven, allemaal. De papegaai is kakelbond, kakelbond, strooit zijn stop je nou, Ros? Wou jij er soms getuigen bij? Adio, Monico. Niet te wel snoepen, jongen. Heb jij rode tanden? Het lijkt wel of ik u niks wil verdienen. Ik ben knap zenuwachtig. Jij moet nog veel leren, Haas.
Hallo, met de politie. De kast is weg, leeg. Ja, pompstation. Buitenland. Ja, het nummer heb ik. 63 49 RM. Hallo 32, hallo 32. Hallo 32, hallo 32. Ja, hier 32, zeg het maar, HB. Een 400 op tankstation Beukelaar. Is er een nummer? Een Amerikaan, 6349 RM, kleur blauw. Oké, uit. Het is een 400. Gewapende overval, meteen omkeren. Hi, Roos. Hoi, Roos. Hé, hey, Roos. En dat is voor je vriendje? Ik besteed mijn tijd tenminste nuttig. En jij, Sonja? Nou, wij zijn maar gewoon vakantiehulpjes. Een panel, volgens mij. Is berenvoer kwaad op ons? De directeur van de dierentuin heet meneer Verenboer Steef. En hij zal wel kwaad zijn, ja. Jullie zijn te laat. Ach, joh, we zijn maar een kwartiertje te laat. Als alle mensen van de dierentuin... Maar wij zijn geen echt personeel. Vakantiehulp is even goed personeel. Au! Fleming, is de moeite waard, jongen? Nogal, Ros. Daar kan ik een mooi winkeltje mee openen. Stop het geld hier maar bij de rest, jongen. Haas, wat ga jij doen met je aandeel? Ik ga naar Australië. Australië, jongen, waar moet je daar nou? Ja, naar mijn oom. Hij heeft er zo'n, zo'n schapenfarm. Op zijn Engels zeg je farm, Haas, farm. Wat is dat, Ros? Farm. Als ik fakkelen had gehad... Dan was ik een tweede El Capone geweest. Ja, vaklui, vaklui. Vaklui, ja! Je denkt toch niet dat jouw aandeel groot genoeg is, Haas? Om zo'n dure reis te maken of zo. Ai! Dat kunnen we er nog net bij gebruiken. Dus geen Australië. Hou je stomme kop dicht! Fleming? Ik word er doodziek van! Fleming, hou je mond! Vergeet het maar. Ik kan jullie elke dag fotograferen. Trouwens, je koopt ze toch niet. Heb ik me nog net zo mooi gemaakt vanmorgen? Anders niks van gemerkt. Hé, hey, Rambo! Blijven ze nou? Ik begrijp het ook niet. Sorry, we zijn een beetje... Ja, jullie mag gauw zitten. Ik vind dat mensen die hier salaris krijgen... op zijn minst op tijd kunnen komen. Nou, salaris? Nou joh, laat toch zo. Nou, beste mensen, ik ben blij dat we hier allemaal zijn... En ik weet zeker dat we het allemaal waarderen, zoals Sonja en Steef ons op de kinderboerderij door deze drukke vakantie. Deze drukke vakantie. Perikelen. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja. Maar daarmee wil ik absoluut niets tekort doen aan onze vaste medewerkers. Zoals juffrouw Vlier in ons restaurant. Juffrouw Vlier was anders liever televisieomroepster geworden. En juffrouw Wendy. En onze onvermoeibare Kees en Piet. Ja, het is jammer dat we niet allemaal aanwezig hier kunnen zijn... om het feit te vieren dat we vandaag onze nieuwe aanwinst... een aanwinst die ik in Duitsland op een pretpark op de kop heb weten te tikken... in gebruik gaan nemen. Namelijk onze dierentuin, kindertrein, de berenbobbel. Oh, ja. Ik ben er namelijk van overtuigd dat juffrouw... Roos liever hier zou zitten dan in haar kaartjesloket. Maar ja, er moet nou eenmaal iemand zijn die onze zaken...
die onze zaken... Behartigt. Absoluut, ja, ja. Roos behartigt onze zaken. Op. Zeur niet, eikel. Hé, hey, Ros. Wat zijn de makken? Hé? Hey? Wat zijn de makken? Je moet je met je eigen zaken bemoeien. Zijn die nummerplaten eraf? Ja, die zitten erop. Wat? Nee, dit zijn de echte. Denk je echt dat die pompbediende ons nummer heeft gezien? Ik neem geen enkel risico. Mooi, jongens. Heel goed. Oké. Okay. We gaan alle rommel de ginder in de struiken verstoppen, ja? Sleuteltje. Maak je klaar, sta er niet zo stom te staan. Geldkist, nummerplaten. Weg ermee. Niets is meer van ons. Hey, die auto was er helemaal niet van ons. Niet zeuren, eikel. Geef het nou eindelijk eens toe dat je geen harsens hebt. Ja, dat moet jij nodig zeggen. Als ik niet zulke maffe maat had. Dan was Ros al lang El Capone de tweede geweest. El Capone, inderdaad. Heel goed, ja. Dan komt er nog wat van. Plum! Verstop die handel. Ja, laat me vallen. Zit op, zit op, zit op. Leun jij altijd op andermans auto's? Hm? Plumming! Schiet op! Loop los! Hop, 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 hop! Zo, oké. Weg is weg. Ja. Wat nou? Wat nou, wat nou? We moeten daar vanaf zien te komen. Ja, wou je dat weer terugbrengen of zo? Zeur niet, eikel. Geef het dan gewoon toe. Ja, wat moet dan? Dat je geen harsens in je kop hebt zitten. Plum, vooral jij moet er niet over beginnen. Ja, we kunnen het beste daarin te verstoppen. Is tenminste veilig. Zit op. Ja, maar... Nee, kom mee. Zeur niet, eikel. Kom dan maar. Hey, Ros. Ja? Ik heb een ideetje. Wat? Ik heb een ideetje. Alsjeblieft, jij niet open, hè? Nee. Laat het dan maar rustig aan mij over. Ja, maar door kijk in. Hé. Hey. Hm. Zeker gratis kijkdagen hier. Juffrouw. Juffrouw. Hallo. Heren? Ja, hoort u hier of hoort u daar? Nou, zeg. Kastenjuffrouw mag toch ook wel even van het herfstzonnetje genieten? Prima. Volwassenen? Ja, natuurlijk. Nou, de meeste ouders nemen hun kinderen mee. Wij hebben geen kinderen. Zeg, u hebt toch geen verkeerde dingen in die tas, hè? Verkeerde dingen? Hoezo? Helemaal niet. Nou, de meeste mensen voeren de dieren verkeerd voedsel. Ja, daar worden ze iedere keer weer hartstikke ziek van. Ja, als u wilt, mag u de apen natuurlijk... Van dieren weten wij alles af, juffrouw. Oh? Nou, als u dan ook maar weet dat de beren geen kauwgom meer mogen. Die hebben geen tanden meer in hun mond. Kauwgom. En ook geen patat en geen ei. Geld. Zo. Op de bordje staat precies wat de dieren mogen hebben en vooral wat ze niet mogen hebben. Ja, driemaal alstublieft. Driemaal. De pinda's kunt u in het winkeltje kopen. En, ja, maar we redden ons wel. Oh, okay. Nee, laat u de rest maar zitten. Dank u. Oh, nou, dank u wel. Personeel in de directie van de dierentuin wensen u een speciale dag toe. Ja. Oh, en denk erom. Wilt u de nachtdieren alsjeblieft niet wakker maken? Het lijkt verdorie wel of je hier examen moet afleggen voordat je er midden mag. Ja. Ah, strek die handschoen uit. Doe ze niet dat. Smerige boef. Smerige boef. Rotbeest. Heren, u kunt de foto's over een uur afhalen. Ah, smerige poef. Nou, dat wordt een prachtige dag vandaag. Ik hoop dat onze Roos de kassa flink laat rinkelen. Het is ook een hele mooie dag voor een klusje dat Kees steeds maar uitstelt. Ja, meneer. Ik bedoel natuurlijk de bladeren. De bladeren, ja. De bladeren op het pad naast de bieren.
Die hoop vormt een geweldige... een enorme... Sta in de weg. Gooi ze maar achter de ezelshokken. Maar nou, eerst de officiële plechtigheid. De bierenboer. Yeah! Is dit wel een goede plek om die tas te verstoppen? Jij zegt altijd dingen die ik al lang bedacht heb, Lemming. Haas, komt er nog wat van? Ja, straks bijten ze nog, man. Niet zo stom, eikel. Dat zijn gewoon uit de klauwen gegroeide muizen. Ja. Hé, erin, schiet op. Het zou hem kunnen zijn. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om hier een geschikte bergplaats te vinden. Misschien als we nou... Laat het denken nou alsjeblieft aan mij over, Fleming. Jullie hebben moeite genoeg om het uit te voeren. Hm? Haas. Haas. Daarachter. Schuit! Schuit! Daarachter. Hé, hey, let op. Ja. Wij gaan die tas daar begraven en jij staat op de uitkijk. Oké? Okay? Ja, en als er nou iemand komt, dan fluit je op je vingers. Hier op je vingers! Zo! Schiet nou op. Ja, en als het nou zo'n vogel fluit, dan fluit je wat harder, eikel. Eikel. Daar heb je ze. Kom, weg mee. Het zou hem kunnen zijn. Hij is nog warm. We kunnen nooit ver zijn. Als het zijn, hè? Zal ik even de centrale? Nee, laat maar, doe ik zelf wel even. AB, hier 32. Ja, 32, zeg het maar. We staan bij de dierentuin en er staat zo'n soort auto. Nummer 3559 VA. We gaan een kenteken natrekken. Oké. Okay. Hallo 32, hallo 32. Hallo 32, hallo 32. Hier 32. 3559 VA, hoort bij een voerder Renault 4. Meneer 4 is het zeker niet. Het is een grote Amerikaanse blauwe bak. Daarvan is het kenteken gestolen. Ja, die wagen ook, denk ik. Wij zullen wel wat rondneus in de buurt. Oh ja, Willem. Eentje heeft een bruine hoed op. Bedankt. Uit. Wat heb je nou? Bivakmuts.
lag hier. Zou ze nou echt zo stom zijn? Daar zitten ze. Stond. Het is zo gepiept. Ga weg. Het is gefrutst. Schiet op. Ik doe het wel. Van die rotbriefjes. Geef hier. Rap op. Pak aan. Dan hoop ik niet dat je ook nog te stom bent om dat gat dicht te gooien. Doe maar. Hey, zie jij wat ik zie? Ja. Precies, een bruin hoedje. Maar hoe krijgen we dat te pakken? Ruilen misschien? Ja, dreigen met een pistool, dat zal wel niet veel helpen. Ruilen voor een banaan. Maar waar haal ik nou zo gauw een banaan? Ja, ik bedoel maar. Hou wel van glimmende dingen. Wacht. Happy, kom dan. Kom dan. Kom, kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom eens. Maar dat werkt ook niet. Ik kan dan maar op blazen. Nou gefloten. Wij gefloten? Waarom heb jij gefloten? Ik heb niet gefloten. Nee, ik anders ook niet. Ja, maar iemand heeft het toch gefloten? Die stomme gier bij de ingang natuurlijk. Dat was een papegaai. Ga dan maar rustig op je plaats. Alles komt goed, wij zijn bijna klaar. Ja? Ja. Kom, 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 fluitje ook. Hey.
vijanden. Voor de zekerheid. Wat is dat? Laat eens kijken. Platte grondje. Zien we precies waar we het begraven hebben. Slim, hè? Nou, kom op. Wegwezen. Eikel nou weer uit. Rustig, die jongen doet zijn best. Goed. Zou die zich bezeerd hebben? Kom op. Haas, jongen, wat is er? Daar. Wat dan? Politie. Kom hier. Maar. Kleine apen. Voel je je wel helemaal goed of zo? Eikel. En dit stonden ze nog. Twee agenten. De politie wil ook wel eens apisch kijken. Nou, misschien staan ze bij de ingang. Tja, dat begrijp ik ook wel. Laten we nou normaal doen, ja? We zijn doodgewone bezoekers. We gaan nu uit elkaar en we zien elkaar straks bij de ingang. Op. Ja, dat is een corona. We zijn hier achtertuin. Ja. Nou, ik ben blij dat die tas in ieder geval veilig onder de grond zit. Gelukkig ben ik zo slim geweest een platte grondje te maken. Platte grond? Ja. Ik snap er niks van hem. Ik had ook niks anders verwacht. Zeg het maar, heren. Ik een pilsje, een biertje. Jij zeker niks, hè? Haas! Geef mij maar een uppie. Een uppie. Is dat Ros? Naas. Smeren ze. Hé, fruiten, man! Sonja, weet je wat? Ik bestel van mijn eigen vakantiegeld wel wat lekker fris te drinken. Ah, dat is lief van je, Steef. Ik voel me rot. Is dat anders lekker te bikken? Wat moet ik bikken? Bikken, happen, eikel. Hey, zal hij ons verraden? Wie? Ja, Ros natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Zoiets stoms kan jij alleen maar bedenken. Ros zal zijn maten nooit verlinken. Hey, heb je voor mij even nieuwe? Ik heb nog 3,25 van je. Ja, waarom dat nou weer? Harenkie! En wat nou? Nou, gewoon. We klimmen vannacht over het hek. Graven die tas op en gaan er vandoor. En Ros dan? Die kunnen ze niks maken. Ze kunnen toch niks bewijzen? Dacht je dat ik er alleen met jou vandoor wilde gaan? Met de poen? Nee, natuurlijk niet. Nou dan. Doe gewoon.
Het is hier niet zo druk vandaag, hè? Heb je telefoon eens besteld of zo? Nee, hoezo? Kijk maar precies wat we zouden nemen. Nou, weet je wat? Dan ben ik die appelsap wel. Zo. Heb je dat gisteren besteld of zo? Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Vorige een overval gepleegd op een benzinestation door drie onbekenden. Ze gingen er met een buit van ongeveer 20.000 gulden vandoor. De politie heeft zojuist in het Amersfoortse dierenpark een man gearresteerd. Hij zal door de politie worden onder. Drie mannen, hoor je dat? En die ene die ze gearresteerd hebben, dat is natuurlijk wat jij hebt gezien. Misschien als je die andere twee ook nog wel zoeken. Misschien zijn die ook wel in het dierentuin geweest. Wat is er? Er zaten hier twee mannen. Waar? Hier? Ja, hier aan dit tafeltje. Ik heb ze zelf gezien. Ik vond het al zo raar. Wat is er, Steef? Probleempjes? Ja, als ik ergens wel een hekel aan heb, dan is het wel aan bier. Wat is dat? Allemaal boeven, allemaal boeven, allemaal. De paus persevieren, trots voor de heren. Het mooist van de beesten zal ik s'nachts ook wezen. De leeuw ligt te gapen, hij maant tot slapen. Oké, zegt het stinkdier, want jij bent de king hier. De papegaai is kakelbont, kakelbont. Strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven, boeven. Allemaal boeven, boeven. Allemaal. De papegaai is kakelbont, kakelbont. Verrek zich de slechtvalk, ik werk overdag al, dan moet ik mooi zitten, maar s'nachts wil ik pitten. De papegaai is kakelbont, kakelbont, strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven, boeven, allemaal boeven, boeven, allemaal. De hen is wat kippig, s'nachts heel voorzichtig, dan ziet ze iets langzaam, zeker een snoes gaan. Het is gek, zegt de adder. Ik zag net drie heren, de papegaai is kakelbont, kakelbont, strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven, boeven, allemaal boeven, boeven, allemaal. De aap in zijn kooi zit wat te filosoferen, die zijn vast niet gekomen om bij mij te logeren. De scharrels vrij rond, maar om als mens te spreken, dat vind ik nu met recht je reinste apenstreken. Allemaal boeven, boeven, allemaal. De eend in het water zegt tegen zo'n snater: je lijkt wel bezopen, zo s'nachts hier te lopen. De mol kijkt verbijsterd, zegt tegen de lijster: wat zijn dat voor dwazen om nu te gaan graven? De papegaai is kakelbont, kakelbont, strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven. Op weg naar hun vakantiewerk zien Sonja en Steef drie vreemde mannen in een auto. Net niet zijn ze getuigen van de overval van dit stel op een benzinetankstation. Vanavond de overval, meteen omkeren. Als de auto van de drie pech krijgt, besluiten ze de tas met het geld te begraven in een dierentuin om hem later weer op te halen. De dierentuin waar Sonja en Steef hun vakantiewerk hebben.
Haas, de jongste, ziet dat ze achtervolgd worden door de politie. Plumming meet op waar de tas begraven ligt en tekent dat op een papiertje. Voor de zekerheid. Wat is dat? Laat eens kijken. Platte grondje. Zien we precies waar we het begraven hebben. De tekening verliest hij bij het zien van de arrestatie van Ros. Wat is dit? Steef is getuige van die arrestatie. Wat is er, Steef? Probleempjes? Ja, als ik ergens wel een hekel aan heb, dan is het wel aan bier. Wat is dat? Weet niet, ze hebben het verloren of zo. Hoe zagen die mannen er eigenlijk uit? Nou, die een was 17 en die ander, nou ja, die was ouder. Even zien. Dit is een soort van plattegrond. Er staat IA op. Kijk maar. Nou, jij... Zo, jullie zijn ook vroeg klaar met werken, hè? Oh, en jullie hebben meteen maar die vergeten bestelling opgedrokken. Nou, dat is mooi, dan kan ik even afrekenen. Toen is ze flauw. Een consumptie is een consumptie, hè? Ja, maar het was anders niet te drinken. Zeg, jij bent nog veel te jong voor bieren. Vlieg je niet zo flauw? Op die manier nemen ze nooit als televisieomroepster. Zou ik niet zeggen, hoor. Beetje liefde, beetje vrede. Weet je, broertje? Ja? Volgens mij hebben ze hier in de dierentuin allemaal een tik. En dat moet jij nodig zeggen. Zijn we er wat verder gekomen? Meneer Ros houdt zich voor de domme. En dat doet hij heel goed. En dit is zeker ook niet meneer zijn hoed? Welke meneer zijn hoed? Ja, ze hebben een vod. Maar past anders precies. Dat ding stinkt. En dit masker zeker ook nog nooit gezien? Denk toch niet dat ik met zo'n stom, hè? Waar heb jij die tas verstopt? Oh, wacht even, tas, ja, hoe noemen jullie dat ook alweer? Een lederen tas met beugelsluiting. Wat is dat, een beugelsluiting? Met een vermoedelijke inhoud van 20.000 gulden. 20.000? 20.000 is me geen kraak waard. Ongelooflijk. Ja. Zo komen we geen steek verder. Hij laat niets los. Hij is zelfs zo slim om een advocaat te krijgen. Heeft hij die nodig? We hebben nauwelijks bewijzen. Als we hem nog langer vasthouden, dan kan hij zelfs een aanklacht tegen ons indienen. Psst, en die auto dan? Hebben we weggesleept. Niks te vinden, zelfs geen vingerafdruk. Laten gaan dus? Ja, ik zal een oogje op hem houden. Zoals je wilt, chef. Waar zijn je twee vrienden? Ik heb geen vrienden. Mooi. Bedankt voor de medewerking. Hoe bedoelt u? U kunt gaan. Inpakken, wegwezen en verdwijnen. Ah. Dat is heel beleefd. Vergeet uw hoed niet. Succes. Ros, je rijders. Horloge 1, zonnebril 1, sigaretten 1 pakket, aansteek 1, portemonnee leder 1, handschoenen 1 paar. 3, 1, 5, 6. Klopt. Hier tekenen. Hallo. Daar. Hoedje. Zeg, mijn pen. Hè? Pen?
Dit is veel beter. Wat bedoel je nou toch weer? Nu is het dicht. Ja, dat is nog wel logisch. Het is al over zes. Ja, dat snap ik ook nog wel. Morgenochtend staan wij hier op de stoep. En we zouden vannacht die tas opgraven. Morgen. Morgen graven wij die tas op. Morgen? Laat het denken er maar aan mij over. Ik snap er niks van. Dan herkennen ze ons toch? Schiet nou op. Attentie, attentie. Jansen hier. Bruinhoed is gelokaliseerd. Hotel Het Oude Raadhuis aan de Hof. Stuur een auto. Uit. Er staat helemaal niks van de IA in. Het enige wat hier bij de I staat is IL in loco. In loco? Ja, dat betekent in het Latijns. Ter plaatse. De enige ja die hier staat is. Jambe. Dan le poëzie. Laat maar zitten. Ik ga dit even verstoppen. Hé, hey, en weet je wat ik daarna ga doen? Ik denk televisie kijken. Nee hoor, de Donald Duck lezen. Oké, van het Rift. Hier komt vannacht een wagen post vatten voor de nacht. Is hij op zijn kamer? Voorlopig wel. Breng mij snel naar huis. Oké, chef.
dat komt nooit. Ik kan niet. Het lukt ons wel, maar jij moet je mond dicht houden. Dit is het, hè? Wat is wat? Ja, wat we zoeken. We zoeken iets om iets uit de grond op te sporen. Nou ja. Maar ja, dit is natuurlijk iets voor te knippen of zo. Te halen. Jongen, jij moet niet zo stom doen. Als ik jou... Goedemorgen, heren. Kan ik u misschien helpen? Ja. We zoeken iets om dingen uit de grond op te sporen. Wat voor soort dingen? Nou ja, bijvoorbeeld metaal. Oh, metaaldetector. Ja, 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 die heb ik wel. Kijk u maar. Dat zijn onze nieuwste modellen. Die hebben we net binnengekregen. Dit is een kleinere uitgave. Dit is een grotere uitgave. En er staan hier alle mogelijkheden. Ja, dank u wel. Nou, dan kom ik zo weer bij u terug. Ja. Kijk, er ook oude tassen mee. Stom, man. Nou, is een opmerking. Ja, sorry, het was maar een grapje. Niks grapje. Het is een dom grapje. Het is een slecht grapje. Je moet je mond houden. Goed zo. Ga er maar in, boy. Wat is dat nou? Snap jij dat nou? Boy loopt los en vindt een briefje van 25. Ja. Zouden ze die tas met geld hier soms verstopt hebben? Stel je voor. En dan vonden wij hem. Ja. Nou, nee hoor, we gaan eerst de hokken verschonen en dadelijk krijgen we koffie met gebak van Verenboer. Want die is vandaag jaar. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Knippen, scheren, alleen scheren. Ongelukje gehad. Huh? Oh, meneer, wat pech met de auto, eentje komen lopen. Jasje gescheurd. Ja, het is toch wat vandaag de dag, meneer. Voor hetzelfde geld was u overvallen. Dat is die pompbediende gisteren. Ah. Excuus. €20.000. Excuus. De politie schijnt er al één te pakken te hebben. Hebben ze alles wat we nodig hebben. Ook bedrijfskleding. Denk je niet dat het een beetje opvallend is? Lijkt me idioot met het ding op straat. Probeer nou eens wat te snappen. De beste vermomming is een vermomming. En je zegt niks. Worden we wakker, holle walnoot? Wat is hier allemaal aan de hand? Ah, meneer Verenboer. Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Ach, dat is aardig dat je daar aan gedacht hebt. Sonja, dankjewel. Gefeliciteerd, hè? En we zijn ook nog ook aan het schoonmaken. Ja, mooi, mooi. Nou, dan komen jullie straks zeker wel even een verjaardagsgebakje eten bij de koffie, hè? Ja, ja, lekker. Ziezo, meneer. U bent bij Picobello. In orde. Alleen nog een nieuw jasje. Of een handige naaister. En u bent weer het heertje. Nee, daar kan geen naaister nog iets aan doen. Dat wordt een nieuwe jas. Is hier een herenmodezaak in de buurt? Een herenmodezaak? Nee, alleen aan de overkant is een verhuurbedrijf van kleding. Ja, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een herenmodezaak. Een herenmodezaak? Een herenmodezaak. Ja, als u nu recht doorloopt, dan komt u op een pleintje en dan om de hoek... Dan vind ik het zelf wel, bedankt. 7,50 meneer. Ah. 5. Laat de rest maar zitten.
Bedankt, goedemiddag. Tot uw dienst, meneer. Verhuur van kleding uitsluitend A contant, octo O nail kleding. Goedemorgen. U wenst. Niemand in de zaak? Nee, mevrouw. Neemt u me niet kwalijk. Goedemorgen. Morgen. Van de dienst, meneer. Goedemiddag. Goedemiddag. Die hoed graag. Wilt u kopen of huren? Eén van twee, inderdaad. Uitsluitend a contant ook door O'Neill kleding. Inderdaad. En daarbij graag een pak decent, driedelig afkledend. U heeft het al gezien, merk ik. Maat 50, inderdaad. Ja. En heeft u onder ons gezegd en gezwegen een baard? Natuurlijk, meneer. In de rossige sector. In de rossige sector, zal ik even kijken. Meneer. Kijk eens. Even kijken. Spiegel. Ja, ja, ja. HB, Jansen hier. Ik ben hem kwijt. Laat iedereen naar hem uitkijken. Zijn signalement is bekend. Ik ben even eten. Uit. Twee volwassenen? Nou, anderhalf eigenlijk. Maar we hebben geen kaartjes nodig. Kunt u ons naar de directie brengen? Ja, tuurlijk. Maar waarvoor? POB. Oh, ja. Van de POB. Wat bedoelt u eigenlijk met anderhalf? Ach man, dat is een geintje, niet zo stom. Mag ik even passeren? Nou, dat komt u maar. Mooie foto. Smerenboef. Smerenboeven. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ik vind het fantastisch. Hoera! Ik vind het wel. Hoera! Ik vind het echt fantastisch. Ik zou er bijna verlegen van worden. Kees zou nog wat zeggen. Ja, dat is zo. Meneer Verenboer en jullie allemaal trouwens. Ik vind het fantastisch allemaal ook.
Als in het park de bladeren vallen, kan ik hier mijn lol niet op. Ja, dat zal best weer meevallen. Hier een heitje, daar een pop. Oh, ik zal het werken nooit staken. Ik ruim alles netjes op. Kan soms in vervoering raken. Nee, zo'n job is nooit een flop. Ga nou maar weer zitten. Dank u wel, hoor. Dat ik ook dat die flop mag zijn. Ja, jullie zullen je wel afvragen, waar is juffrouw Vlier? Maar die komt zo met een verrassing. Nog een verrassing? Ja. Dat hadden jullie nou echt niet moeten doen. Maar we doen het wel. Meneer Verenboer, er zijn twee heren voor u. Twee heren? Ja. Ja, van de gemeente of zo, of van de GGD. Ja, gewoon met twee heren. Ja, het is goed, Roos, dank je. Oh, Roos? Ik kom je straks wel even aflossen en dan kan jij een stukje taart eten. Oké, bedankt. Tja, meneer Verenboer. Wij zijn van de POB. POB? Provinciale Opsporingsdienst Bodemverontreiniging. We komen een onderzoek instellen in uw dierentuin. Ja, naar de grond. Gif in de grond. U bedoelt vergift in de grond? U leest toch kranten? U kijkt televisie? Nederland is één grote gifbelt. U staat er paal bovenop. Gift in de grond? We moeten een onderzoekje instellen van onze directeur. Opdracht is opdracht. We zijn ook maar gewone ambtenaren. En hebt u die opdracht bij u? Een briefje? Ik kan het toch niet zomaar hier... Nou, nee, geen geschreven opdracht. Maar onze directeur komt in de loop van de dag langs en zal u alles uitleggen. En gif in de grond is natuurlijk niet zo best voor uw dieren. Tja. Nou ja, dan moet het maar, hè. Wow! Oh, mooi. Oh, God! Oh, nee! Sorry. Naar buiten schieten. Het spijt me, meneer. De POB zal u de taart natuurlijk vergoeden. Ga maar. U hebt hier al genoeg onheil aangericht. Ja, u hoort nog van ons. Ik hoop van niet. Ongelofelijke eikel. Ik heb nog nooit zo'n stomme eikelkop gezien als jij, zeg. Ja, het spijt me. Het spijt me. Het spijt me. Je maait de halve wereld tegen de vlakte met dat ding en dan zeg je het spijt me. Ja, het spijt me echt. Nou, het is dat je geen harses in die stomme eikelkop hebt zitten. Nou, schiet op! Snap je nou wat ik bedoel? Er wordt niks meer met de kaart. Gaan we weer. Ja, hij ja. Spijt me, dames en heren, maar het leven gaat nu eenmaal niet altijd... Van een leien dakje. Precies, ja, dat bedoel ik. We zullen het vanmiddag bij de thee nog eens overdoen. Maar nu weer aan het werk allemaal. Nog eens overdoen. Weet jij nou waar de ezelshokken zijn? Geen idee. Pas op aan het werk. Jullie denken zeker dat die goud in de grond zit, hè? U zou gek staan te kijken als u wist wat er allemaal in de grond zat. Schatgravers. Ah, man, je vindt toch niks? Het knopje moet je omdraaien, anders doet hij het niet. Het knopje, omdraaien. Zie je wel, nou doet hij het. Steven heeft er ook zo een. Hij zoomt. Dat komt door die ijzeren tralies. Waarom denk jij ook dat die gif in de grond zit? Dat denk ik niet. Nee? Dat denkt mijn baas van de provinciale... Hoe lang werk je al bij de provinciale? Een jaar of twee. Dat geloof ik niet. Zo oud ben je niet. Ik ben al bijna 17, hoor. Ben je zenuwachtig? Nou, ik moet nou verder. Wat doe je als je dat gif gevonden hebt? Dan, ik wil naar Australië. Waarom? Omdat hier... Omdat daar niemand vragen stelt. Nou, meneer, u kunt de bonus straks halen. Ja, dat moet.
smerige poep. Ach, u bent zeker de directeur van... De directeur? Ja, ik ben directeur Vierenboer van de dierentuin. Dierentuin? Ja, uw mensen zijn aan het werk. Huh? Het heeft me wel een verjaardagstaart gekost. Staart? Nou ja, als er gif in de grond zit... Gif? Dat kunnen we hier natuurlijk niet hebben. Aha. Hebt u van iemand een tip gekregen of zo? Tip? Ja, ik hoop eerlijk gezegd dat ze niets vinden. Nee. Stel je voor dat mijn hele dierentuin afgegraven moet worden. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nou, enfin, laten we de huid nog maar niet verdelen voordat de beer geschoten is. Nou, u wil natuurlijk eerst naar uw mensen toe. Dan spreken wij elkaar eventueel straks nog wel op mijn kantoor. Dat is achter het restaurant. Ja. We hebben veel te veel tijd verloren. Alle donders, wat is hier gebeurd? Nou, dat is geen doorkomen aan zo, hè? Ja, toch zal het moeten, jochie. Staan harken. Dat zijn grepen, haas. Hé, hey, je had zo'n platte grond. Hou je kop! Eikel! Jij had hem, toch? Ik? Ja, gisteren, op de terras. Ah, niks hoor. Ik heb het ding helemaal niet gezien. Wel waar, joh. Eén, twee, drie. Hey, hier ongeveer? Ja, ongeveer, ja, zeg dat wel. Eén. Twee. Ja, hier. Drie. Ja, hier. Hier. Anderhalf. Hey, wacht eens. Ach. Au, sorry. Ah, welke halve garen. Ja, al die rotzooi hier neergesmeten. Ja, dat is nou toevallig mijn werk. Dat is van Kees. Trouwens, wat moeten jullie hier eigenlijk? Wij doen hier ons werk. Oh, sorry. Wat is er, meisje? Ik dacht dat Kees hier was. Kees? Kees de Bladerman. De Bladerman? Nee, die is hier niet. Heeft u verstand van ezels? Ezels? Nee, daar weet ik niks van. Eikels, daar heb ik verstand van. We krijgen die ezel niet in zijn hok. Oh, ezels. Ja, daar weet ik alles van. Ik help wel even. Dan kan meneer Haas rustig zijn werk doen. Waar staat hij? Nou, daar. Allemaal boeven, boeven, allemaal. Allemaal.
Dat scharrelt vrij rond, maar om als mens te spreken, dat vind ik nu met recht je reinste apenstreken. Allemaal boeven, boeven, allemaal boeven, boeven, allemaal. De eend in het water zegt tegen zo'n snater, je lijkt wel bezopen, zo 's nachts hier te lopen. De mol kijkt verbijsterd, zegt tegen de lijster, wat zijn dat voor dwazen om nu te gaan graven. De papegaai is kakelbont, kakelbont, strooit zijn praatjes in het rond, in het rond. Allemaal boeven, boeven, allemaal boeven, boeven, allemaal. De papegaai is kakelbont. Op weg naar hun vakantiewerk in een dierentuin zien Sonja en Steef drie vreemde mannen in een auto. Even later overvallen die drie een benzinetankstation. Ze begraven de tas met het geld in de dierentuin. Plumming maakt een kaartje waar de tas ligt. Nee. Wat ben jij aan het doen? Voor de zekerheid. Wat is dat? Laat eens kijken. Platte grondje. Zien we precies waar we het begraven hebben. De tekening wordt gevonden door Steve en Sonja. Er staan rare tekens en letters op. Wat is dat? Ros wil de tas 's nachts opgraven, maar op de bewuste plek ligt een hele hoge hoop met bladeren. Hij is heel kwaad. Tas! Nee, tas! Om niet herkend te worden, meet Ros zich de volgende dag een baard aan. Plumming en Haas doen dat anders. Ze vermommen zich als bodemonderzoekers. De boeven hebben nauwelijks in de gaten dat ze elke keer bij binnenkomst gefotografeerd worden. Dat wordt hun later fataal. Ook Haas en Plumming, uitgerust met metaaldetectoren, stuiten op de hoop met bladeren. Oh, sorry. Wat is er, meisje? Ik dacht dat Kees hier was. Kees? Kees de bladerman. De bladerman? Nee, die is hier niet. Heeft u verstand van ezels? Ezels? Nee, daar weet ik niks van. Eikels, daar heb ik verstand van. We krijgen die ezel niet in zijn hok. Oh, ezels. Ja, daar weet ik alles van. Ik help wel even. Dan kan meneer Haas rustig zijn werk doen. Waar staat hij? Nou, daar. Hey. Hey. Kopbeest. En nou niet meer storen. We moeten ons werk doen. Jij die man ook zo maf? Of
veel maffer. Vooral die ouwe. Hé, je bent zeker op die ene jongen, hè? Hé, je bent zeker op die ene jongen, hè? Zo stom. Hé, die ene detector, hè? Dat is toch alleen om metaal mee op te sporen? Hoe zoeken ze er dan gif mee? Ze hadden het over een platte grond. Zal die voor hun zijn? Laat eens zien. Kluns. Thuis laten liggen. Ga hem halen. En pak mijn fiets. Ik wacht hier. Ga door het bos terug. Dan zien ze je niet. Ja. Kijk eens. Ja, natuurlijk. Wat nou natuurlijk? Ja, ezels. Oh, en daar zijn die mannen de hele tijd daar aan het gaven. Er was nog een andere raarfiguur. Die heeft staan kijken. Waarna? Naar het graf van die lui. Maar die is naar het terras gegaan. Oh, kom op, dan gaan we kijken waar die mannen en die ezel ook aan het doen zijn. Ja. Een beetje doorwerken, haas. Staan we er vanavond nog? Iemand moet helpen. Je moet daar kijken, niet naar mij. Ik denk dat Roos ons vol is geweest. Dat kan niet. Die zit vast. Op het politiebureau. Ja, maar misschien hebben ze hem wel vrijgelaten. Ja, ze hadden er helemaal geen bewijs of zo. Schiet nou maar op. Graven, hè? Nee. Doorwerken.
Hey, zullen we nou maar de politie waarschuwen? Of Verenboer? Ze geloven ons nooit. We hebben geen enkel bewijs. Ik snap het niet. Ik heb ze eerder gezien. Die foto's. Foto's? Ja, en dan wil ik het weten ook. Ja, een beetje naar rechts. Een beetje naar rechts. En hoe heet het kind? René. René, ga een stukje bij je moeder staan. Een klein stukje. Ja, prima. En die hand zo. Prima zo. Blijf daar maar staan. Lekker uitstekend. Hé, jongens, moet dat nou? Sorry mevrouw, we gaan het nog eens over doen. René, jij een beetje naar rechts. Nee, ik bedoel links, dichter bij mama. Zo, ja. En nu lachen mensen. Kijk jij in die foto van gisteren. Het lijkt Herman af. Dan pak ik die foto eruit. Wat moet ik nou doen? Ervoor zorgen dat Herman niet ziet dat ik die foto pik. Oh, Herman! Hey, Herman! Bewaren jullie ook nog de foto's die niet worden gekocht? Ja. Maar waar zijn ze dan? Ja, want mijn tante was hier gisteren. En misschien zit ze er wel in. Nou, hier dan. Ze zitten niet in. Lijkt mij ook niet. Die tante van jou past toch niet in die doos? Ik heb die foto vergeten en laat die van jou eens zien. Laat die van jou eens zien. Volgens mij zijn dit dezelfde twee mannen. Maar wat doet die tante er nou bij? Die hebben ze nou gisteren gearresteerd. Ik weet het niet. Volgens mij zijn het dezelfde twee mannen. Ja. Zullen we nou maar de politie waarschuwen? Een foto, een briefje met IA. Dat is toch geen bewijs? We moeten zelf de tas vinden. Met het geld. Ja, ben je helemaal gek? En die kerels dan? Die moeten we weglokken. Schiet toch op, man. Neem toch grotere scheppen, joh. Eikel. Werk nou door, man. Ik kan het niet beter zelf doen. Werken! Oh, hier, twee blaadjes. Meneer? Ja, zie je niet dat we aan het werk zijn? De directeur vraagt of u even bij hem komt. Bij hem komt? Hoezo? Nou, hij wil even de plattegrond van de dierentuin met u doorkijken. De plattegrond van de dierentuin? Waar is dat nou goed voor? Nou ja. Werk jij maar door, ik ben zo terug. Nee, nee, u moet allebei komen. Dat heeft de directeur... Veerboel gezegd. Nou, schiet op, eikel. En zet dat ding tegen de muur, en die ook. Gaat u daar maar zitten. De directeur komt zo bij u. Komt hij hier? Ik dacht dat we in zijn kantoor... Nee, de directeurs kantoor wordt vandaag behangen. Ik zal zeggen dat u er bent. Zeg het maar, Erik.
Geef mij maar een pilsje. Een pilsje? Ja, zeker niks, hè, Haas. Geef mij maar een uppie. Haas? Zeg, dat is al de tweede keer dat ze me dat flikken. Ik ga de politie bellen. Politie? Ja, mag ik van u de rechercheur? Nou, die inspecteur dan. Ach ja, weet ik veel. De afdeling misdaad. Ik bel de politie. Ik heb er nou genoeg van. Waarvan? Van die twee kerels op het terras die alsmaar bestellen en dan weer weggaan zonder te betalen. Ik pik het niet langer. Maar wat moet jij nou bellen? De misdadigers zijn in de dierentuin. Waar is het ding? Ja, wat nou? Waar is het ding? Wat, ja, wat nou? Wat nou? Hier! Ik gooi niet dit ding! Volgens mij ligt de tas rond die kaart. Kan niet anders. Er zijn veel dieren losgebroken. Kom mee.
welke dieren dan, meneer Verenboer? Ja, dat klopt. Hier zijn ze allemaal. Ik snap er niks van. Welke beesten zijn er dan ontsnapt? Ja, alle beesten. Ik hoorde zelfs de olifanten. Dan haal ik de voorlaaier. Daar komen ze wel op af. Ja. Geef hier die tas. Waarom? Hij is niet van jou. Alleen voor de plumbing en Rosboos. Ik heb je het al verteld. Ik wil naar Australië. En je vader? En je moeder dan? Die heb ik niet meer. Ja? Waar woon je dan? Bij mijn stiefvader. Ik mag niks. Alles wat ik doe is fout. Daarom... Daarom hoef je toch nog geen misdadiger te worden? Ik kan niks anders. Ik moet wel. Ik had niks. Ik had geen geld. Ik had geen werk. Hier. Je moet hem terugbrengen. Terug? Teruggeven aan de politie. Dan word ik gepakt. Ja. Ik wil niet. Ik durf niet. Ik zal je helpen. Kom maar. Ik zal je helpen. Kerel die nog moet afrekenen. Dat is een klusje van mij. Achter die andere. Laat me schiet! Die jongen. Ik ben van de POB. Dat zeggen ze allemaal. Meneer agent. Meneer, deze man die moet nog betalen hoor. Hij heeft 2 keer iets besteld zonder af te rekenen. Vrouwtje, daar heeft het baasje geen tijd voor nu. Thank you.
Kijk, kijk eens. Daar heb je je maatje ook nog. Ros! Kijk uit! Au. Losgebroken. Grote genade, Wendy. Dat nog juist al deze... Ellende! Ja, dat juist al deze ellende nou precies in mijn dierentuin moet gebeuren. Blijf nou stil liggen, dat doet hij niks. Is hier niemand van de... Sterke arm. Ja, ja, dat bedoel ik, ja. Is hier niemand van de sterke arm die daar iets aan zou kunnen doen? Bent u bereid erin te gaan? Ik? Ja, ik bedoel maar. Dit is gestolen geld. Waar gaat u die tas met geld? Ik arresteer. Wacht nou, kijk nou wat hij doet. Is volslagen gek geworden. Rustig. Ga maar terug. Rustig, man. Rustig. Ga maar terug. Rustig. Ja, zo. Zo ben je braaf. Ros, hey, Ros. Kom op, Ros. Ik vind hem wel leuk, hè? Ik hoor er ook bij. Ik heb die jongen nooit gezien. Wat is je naam? Ja, ik heet Haas. Haas? Ik heb er nooit van gehoord. Slim? Ik en het dierentuinpersoneel. Beste Haas. Ik en het dierentuinpersoneel zouden het zeer... Op prijs stellen? Ja, dat bedoel ik, ja. Zouden het zeer op prijs stellen als jij morgen bij ons in dienst zou willen treden. Nee! Nou, ja,
Bedankt, meneer... Verenboer. Verenboer. Welkom. Bedankt. Zegt het stinkt hier, want jij bent de king hier, de papegaai.